zelf zijn. Hè? Die moet je tegen. Een A-mineur voor jullie. Het CDA is een beetje mineur. Hè? Nee. Maar ook komt de metafoor. En het is een veste van Anhemke Smit. En het heet Zebra. Het eigenaardige van het zebra is, daar is al die dwarsstrepels. Kijk, daar kan je zebra staan. En die moet je niet zo herkennen. Dwarsstrepels. Dwarsstrepels, ja. Komt erom. Het is natuurlijk naar die, ja, dus ik had er even niet komen naar zitten kijken. Nee, ik bedoel, dit heb ik natuurlijk niet door. Tussen de mensen die al spaarden, smorgen, sjokken naar hun werk, wil ik gewoon een zebra zijn. Tussen de mensen die al spaarden, netjes grazen binnen het perk, wil ik gewoon een zebra zijn. Ik wil niet bij de kudde, ik wil in mijn eigen spoor. Een baan als alle anderen, maar er loopt een streepje door. Tussen de ezels en de paarden, wordt een kruidenier en klerk, wil ik gewoon een zebra zijn. In de manege van hun leven draai ik dikwijls tegen draads. Ik ben gewoon een zebra zijn. In de manege van het leven ben ik soms een beetje meelaats. Want ach, ik wil alleen maar een zebra zijn. Ik hoef niet in het weiland waar al de paarden staan. Een ezel in pyjama, klaar om zo naar bed te gaan. In de manege van het leven, al ik dikwijls buiten gaat. Ik wil gewoon een zebra zijn. Ik wil gewoon een zebra zijn. Want ik verdraag geen teugels, geen sporenbit of beugels. En legt men mij een zadel op, dan vlucht ik in galop. En legt men mij een zadel op, dan vlucht ik in galop. In galop, in galop, in galop, in galop, in galop, in galop, in galop. Thank you.